laten we starten. Oké. Met laten we starten. Nou, ik hoorde dus dat Dinan graag het intro wilde doen deze keer. Oh ja. Nou, succes Dinan. Veel plezier. Oh jee. Oh, maar waar moet ik mee beginnen? Nee, doe jij maar gewoon. Ja, ik heb het voorbereid. Ja, dat moeten doen, hè. Even wachten. Oh. Volgende week. Volgende week. Daar houden we je aan. Beter. Ja, Arjan, helemaal ready. Ik ga proberen niet te lachen nu. Ik hou me in. Niet lachen, hè, jongens? Nee, ik hou me in. Oké. Komt-ie. Welkom in ProCast, de Wie is de Mol podcast van Wie is de Mol Pro. Ik bespreek de afleveringen en alle andere belangrijke informatie over Wie is de Mol met die. Ja, waarom zit jij nou te lachen dan? Hoe kan dit nou? Hoe kan je het nou zelf verpesten? Hoe kan je het? Ik zat expres gewoon in niet te lachen of zo. Ja, maar nu komt het stukje. Nu komt het stukje met Dinant van VDM 2023 in. Nou. Zonder streepjes. Ja, dat is heel knap, maar ik moet gewoon keihard lachen. Hoezo? Oh. En Arjan van Mollejagers op Instagram. Wat vonden jullie van de aflevering? Leuk. Beter dan vorige keer. Beter dan de vorige keer? Ja. Alleen zit ik wel te twijfelen of die paraglide opdracht ook echt een opdracht is die ze daar zouden doen. Of dat een backup opdracht was. Dat was natuurlijk korte tijd. Niet heel veel. 3 minuutjes overleg. Het is wel een vette opdracht. Veel. Het ging denk ik vooral voor de kandidaten gewoon voor het gevoel. Gewoon van lekker paragliden. Ja. Hey, ik weet niet wat Daniel nou heeft gedaan bij Arjans geluid, maar Arjan praat heel veel. Ik houde me expres mijn mond dicht, omdat ik denk ik laat het even aan Dinant over. Oh ja, dan krijgt Dinant ook even wat. Ik moet mee praten, zeg maar. Ja, maar ik vond de aflevering in ieder geval super vet vergeleken met de vorige aflevering. Dit was weer even van ouds hoe ik Wie is de Mol graag kijk. En ik denk dat het misschien wel een van de beste afleveringen is van dit seizoen. Zeker, vind ik. Er zat echt alles in. Een beetje nog een expeditie Robinson opdracht. Die vond ik ook wel grappig. Nog wederom een terugkeer naar aflevering 1, naar de molafspraak. Ja, ik vond het wel leuk. Ik heb zitten genieten. Ja. En dan komen we nu natuurlijk ook bij de vraag, weet je. Ook elke week. Dinant, wie is jouw mol? Daniel. Niet Anke? Ja, ik kon... Nee. Die, daar ben ik van afgestapt. Oh. Echt? Ja, gek. Het is echt gek eigenlijk. En Arjan? Ja, ook in Anke. Ook in Soy. Ook in Jurre. Ook in Renomi. Dus dan blijft er maar één over. Ja. Onze Super Mario. Dat is Jurre. Ja, dat is Daniel. Jurre heb je nog niet genoemd. Oh, jawel. Die had ik genoemd. Jawel. Daniel dus. Ja. Ja. Verrassend, hè? Denk jij, Tim? Ikke? Ja. Is lastig. Ja. Ik vind het lastig. Maar ik vind ook, wel weer ook met die kleuren vlagjes bij dat doolhof, ook weer naar de Olympische Spelen met Ranomi, dus dat vind ik ook wel. Ja, maar dat zijn ook de kleuren van Zuid-Afrika. Maar, weet je wat mijn naam pas opvalt? Kijk, dit ligt voor mij, hè? Je hebt daar niet helemaal geen roze shirt aan. Even voor de duidelijkheid. Arjan laat het weekblad L zien met de cover erop. En daar jongens, ik was afgeleid. Omdat Daniel met een roze shirt staat afgebeeld als je verder gaat lezen. En op die voorkant staat hij niet zo. Ja, en daarover gesproken, hij is ook de enige kandidaat die bij zijn interview met 4 plaatjes erbij staat, hè? Klopt. Ja. De rest is allemaal 1 grote foto. Heeft hij meerdere gezichten? Oeh. Zelfs 4 gezichten. 4. Een hacker, een mol, een normale Daniel en een verliefde Daniel. Ja, en volgens mij heb ik nou ook geleerd dat de mol eigenlijk helemaal niet blind is. Dus daar komt dat vandaan, jongen. Die heeft meerdere ogen nu. Meerdere ogen. Oh. Ja. Maar ja, onzin, jongens.
Of het getal nummer 4, hè, dat de hele tijd terugkomt. Slaat gewoon op. Ja, dat is het. Maar dat is het. Zijn vier foto's. Maar daar zijn we nog niet, hè, jongens? Nee. Ik moet eerst nog even zeggen dat de hints en theorie natuurlijk zoals elke week rondgaan op sociale media. Ja. Ja. Welke hints wil je horen? Jij bent degene die het leidt. Ja, we gaan naar opdracht 1. Met het paraglijden. Wat viel jullie daarop? Dat Daniel de parachute had met de Luxemburg kleuren en de kleurgeel. En dat hij als vierde van de berg afging. Vond ik ook wel verdacht. Ja, ja. Wederom 4. Oh ja. Hey. Ja. Een goede verbinding. Verbinding in aflevering 7. En een mooie kunstgreep. Ja, ja, die wel, en maar die komt later pas. Die hij is ook een beetje een spelbreker. Ook nog. Wat komt daarna? Hij was denk ik... wat was de aflevering toen ook weer? Ja, dat weet ik dus niet. Inzichtelijk. Ja, dat was... Oh, ja. Hij was aardig inzichtelijk bezig. Ja. En inzicht tijdens die titel was de zee. Wat je daarmee kan, weet ik niet, maar... De Ganomi. Ganomi, ja. Lekker zwemmen. Hebben jullie nog een bad eendje gespot? Ja, wederom in de intro. Oh ja, 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 met de site van Wie is de Mol erop. Nou, als die klopt, dan ga ik lachen. Ja, ik denk dat het gewoon te maken heeft met het land. Ja, ik denk heel dat daar eentje niks is. Maar wat mij nog wel even bijblijft, hè, voordat we beginnen met de verdere informatie. Je hebt dus de eerste paar afleveringen heb je geen molgeld op papier. Ja? Mm-hmm. Tot het punt dat het molgeld in die kistjes, in die koffertjes zit. Dan moet de mol daar toch iets mee hebben gedaan wat heel belangrijk is, dan moet de mol daar toch iets van een actie hebben uitgevoerd. Waar zit je aan te denken? Nou, dan zit ik bijvoorbeeld te denken aan een soi. Gewoon even een hele andere, gewoon even een kijk in een hele andere tunnel gewoon. De soi-tunnel. Soi die zorgt ervoor dat hij een van de hoogste bedragen krijgt, zodat hij een sleutelpositie heeft in de volgende aflevering. En in de volgende aflevering... Arjan die gaat er even goed voor zitten. En in de volgende aflevering gaat hij het geld... Verdeelt hij over... Even kijken over wie... Over Jurre en Anke was het volgens mij. Nou, hij weet bijna zeker dat Jurre al voor een joker gaat kiezen. Dus op Jurre gooit hij geld. En op Anke ook. Nou, fun. Ja. Ja. Maar dan wel weer... Sorry, de tegenstation van Anke. Heeft hij niet zelf voor het zorgen. Ik moet toch ook even de tunnel van Soi blijven. Iedereen zegt dat Soi volgende week naar huis gaat. Maar we willen niet dat Soi naar huis gaat. Dus ik dacht, ik ga nog even in de andere tunnel om te kijken of er nog iets naar Soi te leiden is. Ik ben heel eerlijk. Ik denk, je bent een sprookje aan het vertellen. Er was eens... Ja, juist. Er was eens een mol en genaamd Soi. Zoiets dacht ik, nou, zo begint hij wel. Nee hoor, maar... Weet je... Nee, maar je hebt wel gelijk. Ik denk wel dat de geldkoffers iets zeggen. En dat het geld toch wel een reden heeft gehad waarom er geen fysiek geld was in de eerste opdrachten. Ja. Maar ik denk dat dat eerder was om de geldkoffers een beetje... Hoe moet ik dat makkelijk uitleggen? Dat dat belangrijk werd en dat die jokers ook in die opdracht daarvoor gewoon gepakt werden. Ja. En dat, dat die 2000 euro pas boven tafel kwam toen ze die geldkoffers op tafel legden. En wie daar nou verdacht is, dat kan wederom Jurre, Soi of Daniel zijn. Ja, ja. Dus we schieten er eigenlijk helemaal niks meer op. Nee, Daniel had gewoon even... Zo, loop ik nou vast? Daniel had gewoon even samen met Soi gewoon eventjes die jokers moeten pakken. En dat Jurre daar gewoon niet aan meedeed, dan was het iets duidelijker geweest. Ja, ik vind het ook nog steeds gevaarlijk dat Jurre eigenlijk wel het eerste keer het woordje schip zegt. Al heb ik wel begrepen dat Daniel al tussendoor een keer heeft gezegd het woordje schip. Dus misschien heeft... Ja, hij was toch de eerste. Alleen dat wordt iets vroeger gezegd, geloof ik. Kijk, laat ik het zo zeggen. Ik heb dat stukje even gekeken. En er is iets heel geks in die montage van dat stukje. Oh. Je hebt eerst gewoon een stuk van iedereen zit na te denken. Jurre zit ook helemaal na te denken. Dan knip. Dan krijg je een shot dat Jurre zegt... Oh, schip. En toen knip weer, zeg maar. Mm-hmm.
En toen zei Daniel, toen hadden ze het over schip, breuk, schip, dat, bla bla bla. En toen was het ineens schip. Maar het is een heel gekke knip. Dan moet je maar eens even terugkijken. En is dat dan om Jurre verdacht te maken, omdat hij dan als eerste overkomt dat hij het woord schip zegt? Of hoe wil je dit zien? Ja, het is in ieder geval een heel gek knipje erin. Maar hier kunnen we wel Sojastrip in principe. Want die heeft er eigenlijk weinig mee te doen gehad. Ja, maar ja, waarom maar... zou het überhaupt een beetje... Want er is toch het risico dat er nog geld genomen gaat worden. Ja, dus ik denk dat dat knipje erin is gedaan. En dat shot is erin gelaten. Het kan ook zo zijn dat de makers dachten van... Goh, we kunnen dit shot later nog even toevoegen als het nodig is. Dus dat ze bijvoorbeeld... Ze laten het er nu in. Jurre die noemt heel verdacht zo schip. Dat is één klein stukje. Zit dan in de montage. En daarna praat Daniel verder over dat schip. Zij het shot van Jurre er niet in hadden gedaan, dan werd Daniel juist weer heel erg verdacht. Ja, en op terugkomen beeld. Op Dinant, waarom het schip gevonden werd. Is omdat Daniel natuurlijk die koffer had gevonden waar die jokers in zaten. Dus dat wist hij. Die voorkennis had hij. Dus in principe kon hij daar gewoon de opdracht afmaken, als hij maar zelf invloed bleef houden, op dat de jokers werden gekozen. En dat werd hij door de groep toch gekozen. Hij kreeg de invloed. Hij mocht uiteindelijk naar Rick toe lopen met Jurre en met Zor. Dus in principe heeft hij daar gewoon een ideale molactie gezet. En heeft hij zelf de invloed kunnen hebben op wat en hoe en de opdracht ging verlopen. Ja. Ja. Het is in ieder geval een hele verdacht iets. Ja. En ik denk dat de reden is geweest van het fysieke geld. En het is natuurlijk, als het Daniel de Mol is, is het natuurlijk ook iets leuks dat online het geld is beheerd. Precies. Het lastige is wel dat er echt hele goede dingen naar Jurre leiden. Mm-hmm. Maar dat je bij Daniel soms het idee hebt alsof dat niet zo is. Er zijn heel veel goede ideeën, ook van jou bijvoorbeeld, Arjan. Maar ik bedoel meer met wat je ziet in beeld dan. Hè? Dat bedoel ik. Bij Daniel heb je bijvoorbeeld dat de portofoon natuurlijk uit wordt gezet. Dat is echt een hele sterke. En je hebt dat ei wat hij weg probeert te mollen. En heb je bij Jurre heb je dan een beetje die andere soorten molacties. Een beetje van ik kies voor een joker in plaats voor geld. Volgens mij zei hij zelfs piep dat geld. Zei hij in de aflevering. Mm-hmm. Zei hij gewoon van... Het geld boeit me niks, zeg maar. Op een andere soort manier. Ja, fok dat geld. Ja, maar dat wilde ik juist niet zeggen. Ja, maar hij zei fok. Dus ja. F-O-K. Oh, oké, dan kan dat wel. Ja. Niet fuck. Ja. Sorry. Nu zit het allemaal in. Maar ja. Oké, we hadden opdracht 1 paragliden. Wat viel daar nog meer op? Dat er niemand neerstortte. Oh ja. Dat is wel knap. Nee, ik zou het niet weten verder. Is dat alleen Daniel in vak 1 gaat. En dat heel veel mensen zeggen dat dat een beetje verdacht is. Maar ik denk dat je dat toch anders moet zien. Hij ging natuurlijk als vierde naar beneden. De eerste 3 kozen voor een joker. Jurre was daar natuurlijk dat hij voor... had eigenlijk op de 2000 moeten landen. In plaats van de joker als hij zich een afspraak hield. En dat wij maar 40 seconden zagen van het hele overleg. Dus wat is daar gebeurd? Ja. Dat missen we eigenlijk wel. En dan is het eigenlijk wel logisch, als Daniel dan beneden aankomt en dat de 3 op de joker staan, ja, dat hij dan kiest voor de 1000. Want stel hij was op de 2000 geland, Anke die had ook gewoon achteraan komen, die had ook op de 2000 geland, zoals dat je zag. Ja, en dan was er 2000 in de pot gekomen in plaats van 1000. Dus in principe nog een goede molactie, ongeacht dat hij ook op een jokervak had kunnen landen. Ja, dat zit bij mij een beetje dwars. Want volgens mij had Rick vooraf gezegd, als we 2 man op een jokervak landen, dan geldt de joker niet. Dus waarom springt hij dan op dat moment niet bij een joker? Dan had Anke misschien wel op de 1000 gesprongen of op de 2000, snap je? Ja. En dan is Jurre daar weer verdacht. Dus ja, je kan het van 2 kanten bekijken. Ja. Wil jij als maker een keer een hele andere soort richting kiezen, dat een mol zo opvallend is dat hij het eigenlijk niet kan zijn? Maar ondanks dat 34% van Nederland nu op Jurre zit. 34% van de mensen die de Wie is de Mol app hebben. Dat is best veel. Ja. Ja, en ik blijf ook nog steeds gewoon met die zin in mijn hoofd zitten van die mollicitatie.
Hij zegt gewoon letterlijk, het lijkt dat ik heel veel geld ga verdienen. Maar ondertussen doe ik op een onzichtbare manier, ga ik mollen. En werk ik juist het geld de pot uit. Ja. En dan denk ik, ja, dit sluit daar wel bij aan. Dat 34% jurre verdenkt. En dat heel veel mensen zeggen van, oké, Daniel kan de mol niet zijn, want hij verdient te veel. Ja, ik denk dat we dat in aflevering 10 gaan zien. Ja, dat hij eigenlijk helemaal niet zoveel geld heeft verdiend. En ook nog aardig wat geld uit de pot heeft gespeeld. Maar ja, we krijgen maar de helft van de beelden te zien, hè, Tim. Ja, en zeker klopt. Als Daniel de mol is. Wat heeft hij nog wel achter de schermen gedaan? En wat heeft hij tijdens de opdrachten nog meer gedaan? Dat weten we niet. Ja. Dat is geduld. Ja. Maar 34% op Jurre. Ja, dan zeg ik eerder Ranomi. Ja, ik ook. Ik ga heel even een theorie erbij pakken. Kan zijn dat Dinant hem al heeft gehoord. Oh. Dinant reageert natuurlijk al op alles. En die verbetert me ook op al mijn foutjes in mijn video's. Het kan niet, Tim, wat je hebt gezegd. Oh. Nee. Sorry. Nee. Het gaat namelijk over El Niño. El Niño. Geen idee wie het is. Geen idee hoe en wat en alles. Maar die had een theorie. Een podcasttheorie. Er gaan heel veel podcast. Zat je met de cat lady in je hoofd? Ja. Nee. Er gaan heel veel podcasttheorieen rond online. Je hebt die van Siem. Waar die nog steeds mijn post voor gebruikt. Vind ik wel grappig. Dat hij heel de tijd doorloopt en zo. Dat dan dat eindelijk dit en dat. En Jurre is dan de mol. En iedereen gaat ervan uit dat Jurre de mol is. Terwijl het ook gewoon Daniel kan zijn. Maakt niet uit. Maar El Niño die stuurde dus in een comment. Want we hadden al een heel gesprek daarvoor gehad. Over de podcasttheorie wat eventueel zou kunnen zijn. En toen ging hij hierop verder. Ging hij ermee met... Er zijn inderdaad maar 9 afleveringen van de podcast. De officiële Wie is de Mol podcast. Zie ik. Zegt hij. Maar ook dan kan de theorie nog steeds kloppen. En de theorie, dat leg ik jullie zo nog wel even uit. El Niño zegt dat hij vermoedt dat Anke in de podcast zit. Nou, morgen. Nou ja, deze video is van vrijdag. Afgelopen vrijdag. Anke zat in de podcast. En Anke zat dus vandaag in de podcast. Want het is vandaag zondag. Even voor de luisteraars is dit heel verwarrend, denk ik. Anke en Ranomi, hè? Ja, ja. Anke zit in de podcast samen met Jurre of Ranomi, zei hij / zij zaterdag. Als Jurre in de podcast zit, van vandaag, dan is hoogstwaarschijnlijk Ranomi de laatste afvaller. Als Ranomi in de podcast zit, dan is hoogstwaarschijnlijk Jurre de laatste afvaller. Soy en Daniel zijn dan nog steeds zeker finalisten. Alleen kun je dan niet meer afleiden wie er verliezer, winnaar en de mol is. Nou, hoe ga ik dit verder uitleggen? In podcast nummer 5 had je Jurre en Nabil. Dat was van aflevering 5. Toen viel er niemand af. Ja, Jurre en Nabil. Dan heb je podcast aflevering 6. Daar viel Nabil af. Maar Nabil zit niet in die podcast aflevering. Wat ik dus denk, is dat aflevering 5 en 6 een soort 1 aflevering zijn. Maar dan in 2 delen. Want hij liep natuurlijk door. De test liep door. Daarna kwam een roadtrip. En daarna pas de eliminatie. Dus ik kom er mee eens. Ja. Dan heb je dus, in podcast 6 heb je Soy en Daniel die napraten. Nou, wat El Niño dus heeft uitgelegd. In de eerste 5 afleveringen heb je per podcast 2 mensen die napraten. Dat is in totaal 10 mensen. Ja? Dus 10 kandidaten. Vervolgens heb je in podcast 6 tot en met 10. Als ik dit even goed zeg. Ja, maar 6 tot 10. 9. Ja, 6 tot en met 9 heb je ook weer een paar plekjes. Nou, in 6 had je dus Soy en Daniel. En in 7 heb je nu Anke en Ranomi. Soy en Daniel, daar is niemand van afgevallen. Maar het lijkt mij dus heel gek als je volgende week in aflevering 8 Soy of Daniel in een podcast weer hebt. Zo vroeg. En dan moet ik nog even de hele theorie erbij pakken, want het is nog een beetje ingewikkeld, merk ik ook.
Zo. Dus met andere woorden, Jurgen gaat naar huis? Nou ja, dat denkt die El Nino dus. Die heeft echt flink onderzoek gedaan. Ook echt flinke theorie had hij onder mijn video geschreven. Ik dacht dat je hier tijd voor neemt. Ja. Ja, oh, kijk, hele theorie eronder. Het eerste wat hij zei. Ik heb de veelbesproken podcasttheorie nader bestudeerd. En heb hier nu de volgende, in mijn ogen, best wel goede en kloppende theorie voor. Waarmee ik denk, als het zondag uitkomt, dat ik dan al de 3 finalisten kan voorspellen. En als hij uitkomt, dan heb ik er nu al 2, te weten Daniel en Soy. Hoe zit het in elkaar? Het valt op dat er telkens 2 kandidaten zitten in de podcast. Mijn aanname is dat ze dit doortrekken tot het einde. Er zit ook nooit een kandidaat 2 keer achtereen volgens in de podcast. Ik ga er ook even vanuit dat ze dat zo lang mogelijk zo willen houden. En ik denk dat ze de uitzendingen zo evenredig mogelijk over de kandidaten willen verdelen. Podcast 1 tot en met 5. Daarin heb je dus 10 plaatsen beschikbaar. Lekker makkelijk. Elke kandidaat 1 keer en de podcast is gevuld. Dat hebben we gezien. Het is ook logisch dat de afvaller zit in de podcast die na de tv-uitzending wordt uitgezonden. Immers, wat moet Sarah nog vertellen in podcast 4 of 5 als ze al die opdrachten niet heeft meegemaakt? Hetzelfde geldt voor Vrouwtje. Komen we bij podcast 6 tot en met 10. Nou, hierin heb je dus ook een paar plaatsen beschikbaar. En je hebt nog 5 kandidaten, waarvan 2 afvallers. Het lijkt mij logisch dat je de afvallers wederom stopt in de podcast na de aflevering waarin ze afvallen. Snap je dit nog? Mm-hmm. Oké. Okay. Dat zijn podcast 7 en podcast 8. Je hebt dus een paar plaatsen beschikbaar, zei ik al. En elke kandidaat zal er nu nog zeker 1 keer in zitten. Dan heb je, een paar plaatsen gevuld. 4 plaatsen gevuld. Ik denk dat de finalisten er nog 1 keer extra in zitten. 1 keer extra, snap je? Dus in aflevering 9 heb je waarschijnlijk ook de finalisten die met z'n drieën praten. En heb je dus nu nog 1 keer extra dat alle finalisten nog een keer napraten. En hij zegt dan, ik denk dat in podcast 9 de mol en de winnaar zitten. Dus dan heb je alle plaatsen gevuld. En dan zit dan ook waarschijnlijk de verliezend finalist bij. Is nog even twijfel. Als je dan ook vasthoudt aan het feit dat je steeds andere koppeltjes maakt in de podcast. En dat iemand niet 2 keer achter elkaar in de podcast voorkomt. Dan kan het schema volgens mij alleen maar dit zijn. Podcast 6. Nou, dat is dus, die is al geweest. Kandidaat winnaar of mol plus kandidaat verliezend finalist. Onthoud dat. Podcast 7. Nou, dat was, in podcast 6 waren dat de Soy en Daniel. Dus één van die 2 is winnaar of mol en de andere is verliezer. Dan heb je podcast 7. Daar zit dan kandidaat afvaller 1, dus Anke, plus kandidaat winnaar of mol. Dus dan zou je daar Ranomi als winnaar of mol moeten zien. Dan heb je podcast 8, daarin zit dan de afvaller van aflevering 8. Plus kandidaat winnaar of de mol uit podcast nummer 6. Dat is dan Soy of Daniel. Dus in podcast 6... er zit natuurlijk de winnaar of de mol plus de verliezend finalist. Dan is het of Soy of Daniel, dus de winnaar of de mol. En die zit dan vervolgens ook weer in podcast nummer 8. Dus dat is volgende week. Dan heb je podcast nummer 9. En daar zit dan kandidaat verliezend finalist plus kandidaat mol of winnaar uit podcast 8. En in podcast 8 zit dan die mol of winnaar uit podcast 6. Maar dat wil dus zeggen dat Soy nu op Daniel zit. Ja, maar wacht even hoor. Hij had hier natuurlijk, had hij podcast 10 ook meegerekend. Dus hier had hij gezegd, podcast 10, daar zit dan kandidaat winnaar of de mol uit podcast 6. Plus kandidaat winnaar of de mol uit podcast 8 en 9. Ja, maar wat ik bedoel te zeggen, ik hoor de hele tijd dat tussen Soy en Daniel de winnaar en de mol zit. Dus dan zit ik even te denken aan de analoge test van nu. Soy die vult af en toe wel een vraag in op Daniel. Maar Daniel vult alleen maar vragen in op Jurre. Mm-hmm. Dus Jurre vult alleen maar vragen in op Daniel.
Ranomi kan de mol niet zijn, want Anke die heeft letterlijk vragen op Ranomi ingevuld. Dus dan... Hè? Maar hoe kan Jurre dan nog in het spel zitten? Nou ja, maar ja, het ding is, Jurre die zat vorige aflevering, tenminste, daar had volgens mij Guido het over, op Ranomi. In de biechten. En nu ineens op Daniel. Ja, want hij vult echt vragen in op Daniel. Ook al zien we het niet echt goed, want ook bij die vraag bijvoorbeeld met pannenkoeken en met pasta carbonara, zagen we niet waar die het kruisje zetten. Ja. En het leek erop dat hij het op pannenkoeken zette, want die stond boven pasta carbonara. En hij ging met zijn stift iets omhoog. Mm-hmm. Dus het kan zijn dat hij wel op Ranomi zit en dat hij daarom afvalt dat Zooi op Daniel zit. En Daniel op Jurre, maar dat vind ik dan raar. Waarom gaat Daniel als mol zijn op een afvaller zitten? Ja, omdat hij misschien denkt, hij is heel verdacht. En de makers, kijk... Oh nee, dat is trouwens, dat is al je ontkracht. Want ik had, volgens mij had ik gevraagd aan die gast die ik ken, die daar een beetje achter de schermen een beetje bij is. Of Wie is de Mol alles al had geëdit voordat ze het online gooien. Of dat ze nog aanpassingen maken tussen de afleveringen door. Volgens mij had ik dat al gevraagd. Maar dat weet ik niet meer zeker. Ik vind het heel moeilijk om te geloven. Ja, het is ook echt een grote theorie. Ten eerste omdat het eigenlijk stiekem toch een beetje buiten het programma om is. En dan zie ik Wie is de Mol niet snel doen, want dat hebben ze bijna nooit gedaan. Dan behalve eens die wel kunnen verwijzen naar een beroep van een mol of zo. Of naar een show van een mol. Dat kan wel eens een hint zijn. Maar ja. Hints die buiten het programma omgaan, die zo goed zijn als dit, die opbouwend zijn, dat zou nieuw zijn. Dus ja, ik bereid me voor. Ik moet wel eerlijk zeggen, alle credits naar hem, dat hij dit uitvindt en dat hij hier zo induikt. Maar ik heb er een beetje een slecht gevoel bij. Ja, ik ook. Maar ik vind het lastig. Omdat het niet klopt met de afleveringen, Tim. Ja, als klopt. Ik dan kijk naar de verdenkingen, dan denk ik, dit loopt helemaal tegen de verdenkingen in. En een analoge test... Daar hebben wij toch een beetje inzicht gehad waar de kandidaten letterlijk op invulden. Want anders lagen ze er gewoon uit. Dus ze hebben echt wel eerlijke antwoorden gegeven. Ja, maar stel Jurre is de mol. Mm-hmm. Ja. Wat zou jij dan vinden van Jurre als mol? Ja, in principe ook wel goed. Maar te opvallend. Ja. En ik denk niet dat hij de mol is. Omdat ik gewoon denk, hij is gewoon zo. Dat blijf ik zeggen. Hoe Jurre ook binnenkwam. Al moet ik wel zeggen, die dobbelsteen. Ik heb iedereen gehoord, dat is getal 4. Maar aan de beide kanten van een dobbelsteen, als je dat bij elkaar optelt te vlakken, kom je uit op 7. Aan alle kanten. Nou, heel vaak komt het getal 7 komt terug. Dus ja, dat kan wel weer een mooie verwijzing zijn naar geluk. 7, Jurre geluk. Maar dat kan ook gewoon de winnaar zijn. Ja. Dat hij geluk heeft in het spel en dat hij de winnaar wordt. Lastig. Ja, ik weet het niet, maar ik denk niet dat Jurre de mol is. En dat is gewoon een onderbuikgevoel. Omdat ik denk, hij is gewoon zo. Maar ik vind het wel heel lastig. Hij komt wel steeds dichterbij dat ik denk, het zou toch niet wel? Ja, klopt. Alleen dat iedereen in aflevering 7 op Jurre zit. Ja, hij had wel. Juiste mol. Hij had wel 7 op zijn shirt, hè, in aflevering 7. Want 4 en 3 stond er op die dobbelsteen. En dan denk ik, ja, even gek erin. Het zou toch niet meer, ja. Maar ja, dan kunnen de makers ook gewoon in hebben gesigned. Van, hey, trek dat shirt aan, weet je wel. Want het is mooi, want dan liggen de verdenkingen naar jou toe. Ja, terwijl volgens mij niemand van de kandidaten Jurre verdenkt. Ja, alleen Daniel maar. Ja, alleen Daniel. Ja, omdat hij voorkennis heeft. Stel, Daniel is de mol. Dat hij voorkennis heeft dat Jurre natuurlijk volop hem zit. En dan haalt Jurre de finale. En dan is het eigenlijk wel een logische verklaring, maar andersom ook. Daarom, dit is zo genaaid. Je weet gewoon niet wat je kan denken. Want Jurre die zit weer op Daniel en Daniel zit weer op Jurre. Nou, dan alle hints die worden gevonden, wijzen naar hun twee. Elke keer als ik probeer om een hint te vinden of te ontkrachten, dan wordt er wel weer iets gevonden wat je ook op Jurre kan slaan. Maar andersom ook. Dan vind ik wel weer iets wat op Daniel kan slaan als ik een hint hoor. Dus ja, de makers hebben hierover nagedacht. Ja. Het hele seizoen lang al. Al 3 jaar volgens mij. En dan zullen we dadelijk zien, gaat Ranomi er vandoor. Maar ja, dan zitten we met z'n allen te kijken, hoor. Ja.
Dan moeten we ook gewoon nog een extra week wachten. Ja. Oh. Ja, klopt. Hoe zit je dan met Jirre en Daniel? Denk jij dat de kandidaten die afgevallen zijn het nu al weten? Of denk je dat het live tijdens de live finale wordt uitgezonden wie de mol is? Ik denk dat we het al wel weten. Want ze hebben ook al in het afvallershotel weten natuurlijk. En in het vliegtuig. Ja, maar stel ze horen het niet. Het is nog niet bekendgemaakt. De mol wordt pas bekendgemaakt en de winnaar en de verliezer op het podium. Klopt. Maar ze zitten met elkaar in het... Ja, oké, ja. Nee, dat hun ook het ook nog niet weten van elkaar. Ja, dat zou kunnen. Oh, dus met z'n allen niet. Ja, net als het seizoen van Jan Versteeg. Dat de mol pas daar wordt bekendgemaakt. Want dan snap ik ook de posten en de stories van de kandidaten dat ze zo raar doen. Die weten het zelf misschien ook niet. Ik vind wel, als je daarnaar kijkt, naar posts en stories, dat Daniel niet heel veel post. Echt heel weinig. Klopt. En Jurre juist extreem veel. Jurre is gewoon zo. Ja. Ja, oké, maar alsnog, hij post extreem veel. Maar ja, dat was Anke volgens mij ook wel. Keek ook alles mee. En Sol kijkt ook alles mee. Ja. Sarah was ook zo. Ja. Ja. Nabil was ook zo. Sander was niet zo. En Nabil hebben wij nog... Vrouwtje viel ook wel mee. Vrouwtje ook wel, ja. Met Nabil hebben Dinant en ik nog een heel gesprek gehad. Ah, maar Nabil is best wel een toffe kerel. Ja. En veel, als ik de groep moet geloven, bijna iedereen zat op Nabil, hè? Ja. Klopt. En dat vond ik wel vreemd. Maar waarom zou ik op Nabil zitten, ja? En daarin denk ik, Tim, denk dan even terug, hè. Waarom heeft Daniel zo verdacht gemaakt? Dat iedereen in de groep op Daniel zat. Oh, ja. Dat vond ik echt vreemd, want Jurre wordt nu weer verdacht gemaakt, nou dat Nabil eruit is. Vanaf dat moment wordt Jurre in één keer naar de voorgrond gebracht. Daniel die wordt weer als de fanatieke kandidaat naar voren geschoven. En van tevoren werd hij als een verdachte naar voren geschoven. Ja. Dat vind ik zo vreemd. Ja. Dat is wel wat de makers expres doen. Oh, lastig jongens. Ja, lastig. Al wel, ik heb ook nog even een goede theorie. We moeten ook even verder naar opdracht 2 zo meteen, want... Oh, waren we met de opdrachten bezig? We wijken helemaal af. 40 minuten bezig. Ja, nou ja. Lekker luister voor. Wat wilde ik nou zeggen? Anke. Ja, als Anke afvalt, dan vraagt Rick natuurlijk aan wie geef je de penningmeesterschap over. Ja. Zij zegt Ranomi. Ja. En toen ik dat hoorde, dacht ik... Kling, 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 kling. Maar ik vond het ook raar, want ze had natuurlijk een bondje met Daniel. Waarom heeft ze dat niet aan Daniel gegeven? Ja. Waarom? En dat vind ik dus het ding. Zij zegt, ik geef de penningmeesterschap aan Ranomi. Dus dan denk ik bij mezelf... Oké, Anke, zat jij dan toevallig tijdens de test op Ranomi? En heb je in andere afleveringen een beetje op wat andere personen gezeten die nu nog in het spel zitten... En niet op Daniel gezeten? Nee. Heb je de ogen gezien van Anneke, Anke? Toen ze Daniel een knuffel gaf, joh. Nee. Daar zag ik zoveel aan. Van, die keek echt even met een oog naar Daniel van... Verrek, jij hebt mij gewoon te grazen genomen wel. En Daniel die wist even geen houding meer aan te trekken. Klopt. De kant tot tranen toe, weet je wel. Ja. En toen gooide ze zijn handen maar voor het gezicht. Daarin zag dat doet hij heel vaak. Ja, ik zag daar een Merel-actie wel. Die toen met Jamie ook een bondje aanging. Oh, ja. En ja, Jamie heeft van alles geprobeerd. En Merel die had het daar ook best wel moeilijk mee. Om Jamie te zien vertrekken. En ik denk dat Daniel dit nou ook had. Ja, zeker wel. En dat Anke het gevoel heeft van... Shit, ik ben genaaid. En die stond daar bij Rick. En die denkt, Daniel gaat geld niet krijgen. Sorry ook niet, Jurre ook niet. Ja, ik ga het aan Ranomi geven. Want daar heb ik mijn vraag op ingevuld. Ja, en die is het dus eigenlijk niet. En ik val af, dus dan is die het sowieso niet. Juist. Ja. Maar slim is ze wel. We gaan naar opdracht 2. Zo. En dan vult het eigenlijk wel aan, hè? Want jij zei nog heel even het laatste stukje. Waarom ze dan een bondje heeft met Daniel, zou je denken. Ze geeft Daniel het geld. Maar ze verdenkt nu gewoon Daniel. Ja. Want anders had ze het geld wel aan Daniel gegeven.
Ja. En ik denk dat we het zo moeten bekijken. En zij is pinter genoeg om te denken, oké, Ranomi is het niet, dan geef ik het maar aan Ranomi. Ja, slim. Ja. Heel slim. Ja, of het is zo dat zij sowieso al Ranomi niet verdacht. Ja. Maar ja, dat weet je niet. De thermometer had trouwens een heel goed schema gemaakt op Instagram. Met de testvragen die wij te zien krijgen. Maar wat ik dan denk is, hebben ze dat eerlijk ingevuld? Ja, ze moeten wel. Ja, want anders liggen ze eruit, Tim. Ja, maar de mol niet. Niet anders. Nee, maar dan is er toch maar één mol in het spel. Dan zitten er toch geen vijf? Nee, oké, maar stel de mol... Ja, oké, de mol, dat boeit helemaal geen hol. Nou ja, overal. Nee, de mol die kan gewoon alles op Jurin zetten, bijvoorbeeld als Daniel het is. Of als Ranomi het is, die kan alles op bijvoorbeeld Soy zetten. Ja. Trouwens, vinden jullie trouwens ook gek dat er nog steeds geen vrijstellingen in het spel zijn? Ja, die zijn toch een week finale vrijstelling. Ik zie wel dat er echt bijna elke opdracht nu jokers zijn. Ja. Vind ik een beetje heftig, al die jokers. Die vrijstellingen hebben we nog niet gezien. Nee, we hebben ze niet gezien, maar ze zijn wel uitgedeeld. Twee stuks. Ja, oké. Dat is wel zo inderdaad. Ja. We gaan naar opdracht 2. Wederom de gouden vrijstellingen. Oh nee, grapje. De gouden vrijstellingen. Ik heb me hier van weer gegeven. We gaan naar opdracht 2. Een soort expeditie Robinson-proef. Ja, en dat slaat natuurlijk op genomen, die vriend. Precies, want die zat op dat moment in expeditie Robinson. Dus het is Ranomi. We zijn eruit. Oh, ik vind het wel grappig. Giovanni op Instagram, je weet wel. Ja. Die zit ook volledig op Ranomi. En die zegt dan weer dit en die zegt dan weer dat. Die reageert dan weer op posts en zo. En dan denk ik, nee. En toen was Dinant weg. Nee, maar... Ik ben er hoor. We gaan naar opdracht 2. De proef, nog steeds. We gaan nog steeds naar opdracht 2. Wat viel daar op aan Daniel, Arjan? Oh, wat viel mij op aan Daniel? Dat hij gelijk afging. Ja. En dat hij er een bende van aan het maken was bij die paal. Nee, nou... Gewoon, hij dacht niet na. Hij deed maar gewoon lekker zo, weet je wel. Ik trek al die touwen eraf en schijt dan of ik het niet haal of wel. Hij was en niet ik maak er nog een grote knoop van. Hij was niet zo inzichtelijk. Ja. Nee, maar dat is dat kan toch niet? Hij was als tweede af, hè? Nee, maar dit gaat toch tegen... Nee, eerste. Nee, eerste. Dit gaat toch gewoon tegen Daniel zijn principe in, hoe die is? Ja, hij wil. Hij is toch zo fanatiek en hij wil toch zo graag winnen? Ja, en dan weet jij niet dat je die touw moet vasthouden als je een touw eraf haalt. Nee, joh, hou een handen voor de gek. Ja. Ik denk dat hij onder de grond zat, hoor. Toen. Hij moest daar gewoon onder de grond zitten ergens. Ja, hij denkt, zo, molletjes weer van het toneel af. Zo. Toen die daar weg. Hij moest zich voorbereiden. Ja. Maar hier viel mij ook Jurre best wel op. Ja. Alweer. Ja. Het is weer Jurre. Maar dat vond ik ook aan het einde van de opdracht. Hij had volgens mij het briefje van 500 en 100 euro had hij niet met de mol vertaald, toch? Of dat de mol die ging vertalen, die briefjes met het geld of met die zinnen erop. Weet ik niet. Hij had volgens mij, want hij had 600 over, dat was dan, lijkt me de 500 en 100. Ja, denk ik. Ja, waarom heeft hij niet de 1000 en 500 dan overgehouden? Dat vind ik heel raar. Omdat op de 1000 blijkbaar informatie stond over de opdracht, hè? Meerdere. Nee, de mol zei duidelijk, op het briefje van 1000 staat de zin... Ja. Die de kennis geeft over de opdracht die nog komen gaat. Met de fotowedstrijd. En de rest van de briefjes... mocht hij zelf een beslissing maken of hij dat allemaal wou weten. En dan zou hij dat geld moeten inleveren per briefje, denk ik. En dan krijgt hij die slogan te horen in het Nederlands vertaald. Dat verwacht ik. En dat 7 keer. Dus dan heb je 7 briefjes. Ja. Waarvan 6 briefjes met een slogan was. En 1 briefje, dat was de 1000 waar de inzage van de opdracht stond. Zo begreep ik hem in ieder geval. Ja, maar wat bij mij opvalt met die mol-afspraak... Zou je als mol zijnde, zoals Klaas ook zei in Moltalk, zou jij jezelf willen bellen? Ja. Zodat anderen het niet hebben, dat wil je als mol heel graag. Ja, maar wat heb je dan als programmamakers aan die hele molafspraak? Ik denk het juist niet. Want als mol ga je even rustig naar jezelf bellen.
Dan vervolgens ga je die zinnen vertalen die je eigenlijk toch niet nodig hebt. Want je hebt het niet nodig. En dan ga je daar heel dom alles staan opschrijven. Ja. Ik denk het ook juist niet. Siem had het ook wel over een bandje. Dat het een bandje was die opgenomen was. Dat had ik ook wel door. Ik had de audio eruit geknipt. En het leek alsof het gewoon eigenlijk gewoon een bandje was die gewoon doorliep, zeg maar. Dus dat dan iemand antwoordde, maar dat als je te laat zou antwoorden, dat hij dan eigenlijk gewoon weer verder ging met zeggen. Lastig. Ja, maar ik denk wel dat de mol een andere mol was. Dat Jurre niet met zichzelf heeft gesproken. Nee, het is ook dezelfde stem als toen met Sarah. Sarah, ja. Ja, klopt. En bij Sarah zei de mol, de zaakjes, toen... Ik wacht je op bij de staalfabriek in Saldana. Ja. Wie stond er op Sarah daar te wachten? Rick. Ja. En niet de mol. Nee, volgens mij zei de mol, Rick wacht je op. Toch? Nee, ik. Nee, ik wacht je op bij Saldana. Ik wacht je op. Ja. Maar ja, ook de mol was daar, hè? Ik wacht je op. Kan je ook zeggen, oh wacht, wow, ik wacht jou op bij Saldana. En dan werd de naam van Daniel werd op de achtergrond keihard geroepen. Ja, in die sabotageplek. Oh ja, ja. Dat sluit daarbij aan. Ik zit mij nou net te bedenken. Want goeie. Je hoorde op de achtergrond hoorde jij het geluid van Daniel. Ja. En Daniel zijn naam roepen en Daniel was even weg. Daniel. En dan kan het wel eens zijn dat daar de mol op aansluit van ik wacht op je in Saldana. Ja. Ja, zo. In één keer schiet in mijn hoofd. Ja, een goeie. Omdat jij dit zegt, ik denk, hé, wacht eens even. Ja. Maar ja, iedereen leidt het natuurlijk weer naar de Jurre dat hij zichzelf heeft gesproken. Dat hij heel dom als mol daar een beetje stond te schrijven. Ja, dat denk ik niet. Want maar hij raakte ook heel even in paniek, hoor. Je zag ook even dat hij het echt even niet wist wat hem overkwam. Maar het ding is, die hele opdracht... is eigenlijk gemaakt voor die ene molafspraak. Ja. Dan had je als makers net zo goed als de mol dan toch zichzelf gaan spreken. Ja, dan heb je dus eigenlijk niks aan deze aflevering, aan deze hele opdracht. Klopt. Want er kan geen geld verdiend worden, er kan geen geld weggespeeld worden. Ja, er kan geld weggespeeld worden, maar dat kan dan een kandidaat doen om informatie te krijgen. Dat is wel geld weg. En heb je opdracht 3, daar gebeurde ook niks met geld, toch? Nee. Dat was eigenlijk puur de test. Ja, en ik vond ook wat jij nog vond. Volgens mij had jij dat gezegd. Dat Jurre eigenlijk ook daar wel een anti-mollenactie deed. Voordat hij überhaupt die mollenafspraak kreeg. Hij stond niet met zijn voeten in de grond te schrijven. Klopt. Hij deed eerst met die code proberen te draaien. Ja. En dan denk ik, als de mol dan zoveel voorkennis had. Waarom geeft hij daar zijn voorsprong weg dan? Ja. Zoey die loopt op een gegeven moment naar het kistje toe. En Jurre was al bij het kistje. Die zat al met dat kaartje helemaal te kijken van hoe moet ik dit nou gaan oplossen. En Zoey die dacht, hey, stapsgewijs. Die dacht gewoon even slim na. En die dacht, stapsgewijs. Dus die ging stappen. Oh, ja. En toen zei Jurre, toen keek Jurre naar Zoey en toen dacht hij, oh, moeten we stappen zetten. Klopt. En dan nog iets, hè. Dat viel me net op, daarna 3 keer terugkijken. Hebben jullie goed gekeken wat Zoey in de grond aan het schrijven was? Als je die letters goed van elkaar los ziet, hè? Dus je maakt er een getallen of letters van. Ja. Dan lijkt het wel of die een M heeft. En die M die heeft weer een O. En die L die zit er weer onder. En dan heeft hij mol geschreven op in het zand, wel. Dus ik zit zo te kijken. Ik denk, nee Arjan, je hebt het niet gezien bij jou. Niet delen, gewoon niet doen. Gewoon niet doen, niet delen. Maar ga maar terugkijken. Ik schrik ervan, weet je wel. Want het is totaal geen cijfer. Hij schrijft het aan elkaar vast. En je ziet dat hij eerst de M maakt gewoon. En die staat schuin. En de O die zit weer aan de M vast. En de L die zit eronder. Ja. Ja. Zo. Dus een hele leuke voor de Zoey-tunnel. Ja. Het zou zomaar kunnen. En hij... hij was toen nog niet vrij, omdat hij die code steeds fout had. En toen zei hij op een gegeven moment, hey, ik heb de code. Dat vond ik heel geacteerd klinken. Mm-hmm. Ik weet niet of jullie dat ook nog hebben gezien. Ja. Dat hij dat zegt, dat vond ik heel geacteerd klinken. Alsof het was... Ik begin ook steeds benauwer te worden. Eerder voor hem als dat, ik denk nog voor Anomi. Ja, klopt. Alleen als de podcasttheorie klopt en hij valt af volgende week, ja...
Maar ja, het kan zomaar zijn dat Jurre afvalt. En dan als Jurre afvalt, ja, wat dan kunnen doet we Daniel een feestje dan bouwen. Dan kunnen maar wat doet Daniel dan nog in het spel? Stel, Soy is de mol. Waarom zit hij er nog in? Wie, Daniel? Mm-hmm. Want Daniel zat op Soy. Ja, op Jurre. Ja, op Jurre. Ja. Ik kan ook niet begrijpen dat hij dan nog in het spel zit. En ik kan ook niet begrijpen dat Jurre nog in het spel zit dan. Want die zit weer op Daniel. Dan had toch één van die twee moeten afvallen. Misschien volgende aflevering. Ook op wel echt gemanipuleerd, jongens. Maar nee, dat kan niet. Want ik heb die vragen er nog wel een paar zien ingevuld te zien worden. En dan denk ik, nee, ze zijn wel eerlijk geweest. Ja, ze moeten ik wel. Denk dat er een klap valt net voor de finale. Een klap. Dat iedereen ineens een andere mol moet kiezen. Ja, als wij het maar niet zijn dan. Nee, ja, maar nee, dat bedoel ik dus juist. Jurre staat bovenaan met 34%. Voor de finale, de aflevering voor de finale, valt Jurre af. Ja. Dan is heel Nederland de draad kwijt. En moeten ze ineens uitgaan uit Ranomi, uit Daniel en uit Soy gaan kiezen als mol. En je ziet nu ook al in de verdenkingen dat Ranomi ineens hoger dan Daniels komen te staan. Ja. Ja, en ik ben eigenlijk ook helemaal niet blij met die kisten, dat ik weet dat die kisten bij de kerken stonden, hoor. Want ik zit wel elke keer te denken van, ja, dit is op Daniel, omdat Daniel de enige naam is in de Bijbel bijvoorbeeld. Maar verdomme, hè, jij hebt wel de Passion gespeeld, hè? Ja. Dus dit kan gewoon een hele simpele aanwijzing zijn naar Soy. En dan doen we even leuk een kerk bij Daniel in de Lieder. Zodat iedereen denkt, Daniel is de mol. En Soy die gaat dadelijk hem even door. En daarbij, in die fotoopdracht, in de aflevering Kunstgreep, daar was Soy toch zo opvallend bezig. Ja, wat heeft hij gedaan daar dan als een kunstgreep? Verkeerde foto's gemaakt. Maar ja, dat was Jurre ook. Terwijl Daniel ja. En Daniel deed eigenlijk niks. En Vrouwtje maakt ook verkeerde foto's. En Anke ook. Dus ja, zeg het maar. Dan vind ik eerder Daniel daar een kunstgreep hebben uitgevoerd op Anko. Die is dan sterker. En volgens mij had je daar ook een goede gevonden met Jurre, toch? Jurre, die draaide de foto's om. Die draaide alle foto's om. Ja, dat vind ik de twee sterkste. Dus dan kom je weer op hun twee uit. En dan nog wel. Daarom denk ik ook, hun twee, één van hun twee, hoor. We moeten wel vasthouden, denk ik, daaraan. Ja. Want je gaat twijfelen, hierdoor ga je twijfelen, door dit. En dat zijn de makers die dat doen. Je moet gewoon bij Daniel blijven. Ja, nee Tim, maar is het ook stom om nu weg te gaan, toch? Nee, tuurlijk niet. We gaan naar aflevering 8. We gaan naar aflevering 8. Als ik nou wegga, ja, dan ben ik gewoon, ja, dan ben ik niks opgeschoten. Nee, dan kun je net zo goed, ja. Het is all in the game nu. En nu is het gewoon het spelletje, het lot gaat bepalen. Blijf je gevoel volgen en kijk niet te veel naar de hints. En wat je gevoel zegt, ik denk dat dat de beste tip is om niet te volgen. En iedereen weet dat goed van zichzelf. Degene die op Jurre zitten, blijf lekker zitten op Jurre. Degene die op Soy zitten, blijf zitten op Soy. Als jij het gevoel hebt, die is de mol. Ja. Want de makers maken jou knettergek. Ja, dat is zeker. Maar dat was wel weer bij die opdracht met de foto's. Daniel zei bij elke foto die goed was, zei hij ook dat ze die moest maken. En bij de foute foto's zei hij dat je die niet moest maken. Ja, klopt. Dat hij de juiste foto's juist aanwees. Ja. Ja, klopt. Dat zei hij, die moet je niet doen. Ja. Klopt. Dat vond ik ook verdacht. Ja, lastig eigenlijk. Ja. Als je er zo over nadenkt. Ja, zeker lastig. Omdat je gewoon... Wat ik gewoon het allerlastigste vind, die van Jurre zijn echt sterke hints, hè, mensen. Ja. Daar kan je niet omheen, hè. Ja. Sommige hints zijn echt heel goed. Ja, heel goed. Net als die 23ste, net als die dat die de tijd wordt stilgezet en dan komt dan de 23 uit. Ja, kan zomaar een verwijzing zijn en een goede hint naar Jurre dat het die 23ste mol is. Of de 23ste de mol van seizoen 23. Ja. Kijk, en dat kan ook weer de M zijn, omdat bij Daniel wordt de tijd stilgezet op 13. Als je het bij elkaar optelt en dat is dan weer de M van mol. Ja, zeg het maar. Ja. En Dinant, wat vond jij daarvan? Ja, het is eigenlijk naar iedereen zijn goede hints. Want Ranomi, daar kun je ook niet omheen dat het met de Olympische Spelen. Kijk, het kan ook de Zuid-Afrikaanse vlag, maar daar zit
Maar die vlaggetjes zat bijvoorbeeld niet wit volgens mij. En vlag wel. Ja, daar wil ik wel iets ontkrachten. Ja. Want ik heb iedereen gehoord dat het een kleurencombinatie is. Maar als het dan zo de Olympische Spelen was, waarom toen ze die foto maakten of dat de stiften er lagen, lagen ze niet op de volgorde van de ringen? Ja. Ja, dat vond ik een hele... Ik hoor daar niemand over. Ja, het zijn de kleuren van Olympische Spelen, maar ze liggen niet op de volgorde, want zwart hoort op de tweede plek te liggen. En dan lag die duidelijk niet. Nee. En dan denk ik, oké, dan is het gewoon een verwijzing naar Zuid-Afrika. En dan denk ik dat je daar weer te diep graaft. En dat ook willen dat de makers, dat je Ranomi gaat verdenken op zo'n hint. Ja. En daarom heb ik eigenlijk Ranomi in het begin al afgeschreven door die Olympische Spelen hint. Ja. En door die batten één die te simpel is. Ja. Het was met Evron al simpel. Dan gaan ze niet nog een keer het seizoen achter elkaar doen, denk ik. Ze moeten net iets dieper kijken. Ja. En ik vond het ook opvallend dat Daniel op die batten één hint gereageerd had. Ook naar Ranomi toe. Dat het ook op Ranomi kon slaan. Dat vond ik heel raar. Dat hij er überhaupt op heeft gereageerd. Het Parool had dus een stukje geschreven. Even voor de luisteraars. En daarin stond... de hint rubber ducky genoemd van onze eigen mollenjagers beschreven. En daaronder stond een reactie van Daniel op die hint. En daarop verwees hij dus heel erg naar Ranomi. Van, het is een goede gevonden hint, zegt hij. Maar het kan net zo goed slaan op Ranomi. Meen je het dan? Ja, serieus. Heeft hij echt gezegd? Ik ga het even doorsturen straks. Ik heb dit helemaal niet meegekregen, dit stukje. Niet? Nee? Volgens mij hebben we dit gisteren tijdens de live nog, of niet? Weet ik niet. Gisteren gebeurde er veel. Nee, ik heb dit stuk niet meegekregen. Ik weet wel dat die aardig op Twitter aan het stokstoven is. Oh, dat en moet dat er ook wordt gezegd dat hij de winnaar is, omdat er bij hem in zijn Twitter-account, bij zijn info... zie je dan deelnemer Wie is de Mol 23 en dan staat de winnaar achter. Maar dan moet je doorlezen, dan staat er Van de Loop en Van de Tegel. Oh. Dus maar dat zinnetje staat precies achter Wie is de Mol winnaar. Dus heel veel mensen zeggen, ja, hij is zichzelf verraden, hij is de winnaar. Kijk, er zijn drie opties. Stel, Soy valt volgende week af, dan zijn er drie opties. Mm-hmm. Jurre is de Mol, Daniel is winnaar, Ranomi is verliezend finalist. Ja. Mm-hmm. Daniel is mol, Jurre is winnaar en Ranomi is verliezend finalist. Ja, die denk ik. Dan heb je nog één optie. Ranomi is mol. Wie is dan de winnaar? Goeie vraag. Eén van die andere. Eén. Daniel of Jurre? In principe niemand, want alleen Anke zat op Ranomi. Ja. Ja, dus het kan eigenlijk, ja... Het gaat tussen die twee. Ranomi is het niet. Ja. Ze is het niet. Tenzij Anke echt die test zo belachelijk slecht heeft gemaakt, maar dat kan bijna niet. Anke heeft heel slim alles ingevuld op Ranomi, omdat ze denkt dat Ranomi het is. Ja. Ja, en verbazingwekkend, stel het klopt hè, dat Daniel de Mol is, Jurre is de winnaar, Ranomi is de verliezend finalist. Wat was mijn eerste voorspelling? In aflevering 1 in de small talk, toen zei ik, Ranomi schuift naar plek 2, Daniel schuift naar 1. Ranomi staat op 2 en Jurre staat op 3. Hoe dichtbij kon je zijn in aflevering 1? Ja. Zou dat offline schema nog steeds goed zijn? Nou, weet ik niet. Moeten we heel ver gaan terugkijken, denk ik. Oh, en we vergeten nog een hele goede hint te bespreken, man. Het telefoonnummer. Hebben jullie de cijfers bij elkaar opgeteld? Oh ja, dat heb ik gezien. Oh ja. 1100 kan... steek van eruit, toch? Ja, daar komt precies 1101 uit. 1101. En dan moet je dat los van elkaar zetten. En dat is 1102. Excuus. Ja, dankjewel, Dinant. Dat is 11 februari, toch? Ja, 11 februari. En dat is de datum van Daniel. De datum? Oké. Geboortedatum. Oké, we hebben... Ik heb even het schema erbij gepakt. Offline schema. Maar voordat ik daarmee begin, dat is een goede hint hoor, Arjan. Dat is... Anke was op 20 juli weer online. En Jurre op 10 juli. Oh. Oh. Daniel op 29 juli. Zo. Oei.
Maar dan moet je ook wel ook echt gaan kijken, post Daniel normaal veel? Nee. Niet veel. Dan moet je denk ik zijn Twitter-account kijken. Ja. Daar post hij bijna altijd. Ranomi op 5 juli. Zo. Hoe ga je dat allemaal verklaren? Dat kan helemaal niet. Ja, dat ze hun telefoon gewoon in het afval als het hotel hebben gehad. En gewoon tijdens het programma. Ja, want je zag ook Anke en Daniel toen. En Zoe. Ja, denk ik ook. Zoe, 22 juli. En aan de ene kant ook wel begrijpelijk, hè, Tim. Ja, want hun moeten een smoes bedenken dat ze weg zijn. Nou, dus het is ideaal om hun telefoon gewoon te geven. Laat ze een post maken. En ze worden niet meer gezien dat ze aan Wie is de Mol meedoen. Nee, klopt. Dus ik denk dat we daar ook totaal de mol niet mee kunnen vinden. Oh, lastig. Heel lastig. Maar zullen we even Ik denk dat we gewoon in het programma moeten kijken naar Hintz. Ja, dat denk ik. Nou ja, ik denk dat je überhaupt niet meer naar Hintz moet gaan kijken. Jawel, juist naar Hintz. Dat maakt het leuk. Ja, het maakt het wel leuk. Alleen, het is wel... Het maakt het ook lastig. Ja, lastig. Zullen we eens even kijken? Ik had molpunten gegeven 2 weken geleden. Ja. Molpunten. Ik had Daniel en Jurre vergeleken in een video van aflevering 1 tot en met 5. Mm-hmm. En daarin valt op dat Daniel 25 molacties heeft gedaan. En 6 anti-molacties. En Jurre heeft 29 molacties gedaan en 5 anti-molacties. Zo. Wauw. Dat ligt gewoon, dat is gewoon close. Ja, dat is heel close. Maar ja, stel Jurre die bedenkt Daniel al een tijdje. Wat wij natuurlijk niet krijgen te zien. Dan ga je natuurlijk ook als Jurre zijnde, net als nu dat hij in vak 1 springt bijvoorbeeld van de joker, gaat hij verdacht doen, zodat een ander hem verdenkt. Ja. 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 En daarom denk ik, maar Daniel, stel hij is de mol, dan is het voor hem natuurlijk weer makkelijk om in de vak van 1000 te springen om de verdenking juist weer van hem af te halen. Ja. En een kandidaat die gaat liggen mollen nu op dit moment, want die wil het programma winnen. Ja. En een mol probeert op een of andere manier toch nog te mollen, maar ook over te komen als een kandidaat. En dan denk ik dat daar Daniel zichtbaar is. Ja. Dit verklaart dat Jurre zo vermolt. En dan denk ik nog even terug aan aflevering 5? Nee. Ja. Nee. 4. Nee. Aflevering 4 was met die eentjes en met de eentje aan in de lucht. Oh nee, nee. 5. En aflevering 5 was in het hotel. Ik zoek die met de roze kerk, met portretten. Dat was aflevering 6, toch? Portretten, ja. Was dat aflevering 5? 5, ja. Aflevering 6 was in het hotel, ja, klopt. En aflevering 5 was met portretten dat ze die als priester stond afgebeeld. Maar daarna waren toch die koffers? Of nou, of die... Oh, heerlijk, dit gaat weer lekker. Zitten met z'n allen in ieder geval. In het spookhuis en daarna konden ze kiezen tussen die joker of dat geld. Slapeloze nachten. Het gaat mij gewoon even over die opdracht met het portretteren van de kerkgangers met hun stoel. Ja. Ja. Maakt niet uit welke aflevering, ik weet welke je bedoelt. Ja. Aan het einde geeft Rick het penningmeesters geld, zeg maar, aan Anke. Daarna kijkt Rick heel erg verdacht naar Jurre toe. En Jurre begint meteen te aarzelen van... Oké, je bent penningmeester voor nu. Is ook best wel weer verdacht. Richting ja, Jurre. Ook iets weer met aflevering 1 in dat koor. Want toen ging Jurre zingen natuurlijk. Dat Jurre die kreeg een envelop en hij kreeg 3 schouderkloppen. Klopt. En hij had zeg maar de derde van hoogst of onder kan allebei. €750. Ja, en hij is afgegaan toen. En Jurre kwam met het idee. En Jurre kwam tijdens die opdracht ook met het idee om op te schrijven de woorden op het enveloppen. Ja. Ja. Dat vond ik dan weer een anti-molle actie. Ja. Want dat vond ik wel echt een grote anti-molle actie. Want in principe is dat wel een hele fanatieke kandidaat die eigenlijk gewoon slim nadenkt hoe ze de opdracht het makkelijkst kunnen halen. Ja. Ja. Ik wil wel eens weten of daar de rest op was gekomen. We zien dat Jurre dat heel duidelijk aanhaalt. Kan natuurlijk ook door de makers expres naar voren worden gehaald, terwijl iemand anders dat heeft aangedragen. En zeg jij dat maar in de biecht. Ja. Oh, jongens, lastig. Ja, leuk hè? Leuk hè? Oh, hadden we 3 weken geleden? 3 weken geleden hadden we het ook over dat het lastig was. Toen zaten we volgens mij zelfs ook op Daniel en Jurre nog steeds. Ja.
3 weken geleden. Maar ik denk of juist nu net voor de finale gaat Jure afvallen, of iedereen raakt gewoon in de finale zelf. Nee, ik denk dat Jure de finale gaat halen en Daniel ook. En Ranomi ook. En ik denk dat Zoe gewoon eruit gaat. Ja. Dat is een logische volgorde en ik denk dat Zoe ook echt naar huis toe gaat. Of Ranomi, één van de twee. Maar stel nou, in het uiterste geval, Jure zou naar huis gaan. Ja. Hoe gaat het programma dan verder? Ja, maar daarom denk ik niet dat het gebeurt. Omdat Jure zo verdacht wordt gemaakt met zoveel hints. Ranomi heeft natuurlijk een klapper van het hint in het begin gehad. Net als de maskerhint van Kim Lian. En Jure wordt dan een beetje gezien als Freesia. Daniel wordt een beetje gezien als de Everon dan. Als ik in die tunnel moet geloven. Ja. Ja, dan blijven hun drie. En Soy heeft eigenlijk de minste hints. Ja. Dat ik echt denk van, oh, dat zijn nou echt een goede hints, wel. Dan ik ben in het Spaans, wel. Ja, dat zijn de hints die een beetje naar Soy wijzen, die je toch ook wel ziet. Maar ja, dan denk ik, oké, hebben de makers daar dan zo op ingespeeld? Dat denk ik weer niet. En dan denk ik dat hij eerder gaat afvallen. Want dat kan je eigenlijk een beetje vergelijken met de hints die naar Anke zijn gevonden. Ja, 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 ja. En dat vond ik ook heel raar. Waarom naar het Spaans? Ja, klopt. Ja. Het is Zulu wat de hoofdtaal is. Terwijl je in Zuid-Afrika zit. Joyce heeft weer wat gestuurd. Die heeft ook altijd wel goede theorieën. Joyce, Stegemeijer. Stegemeijer Klundert? Ja. Oh, die is wel goed. Ze heeft ook iets naar jou toegestuurd. Oh ja, dat zou wel kunnen, maar ik kan ook niet kijken. Daniel zegt, dan vertel ik het. Daniel zegt bij opdracht 1... Als twee mensen in het geld gaan staan en één in de twee jokers en één in de drie jokers. Dat zegt Daniel. Mm-hmm. Dus hij zegt het verkeerd tegen de anderen. Kijk maar eens na. Ja, bij klopt. Ons in de biecht zegt hij het wel goed. Misschien wilde hij verwarring zaaien. Dat anderen zouden reageren van dat klopt niet. Dan hebben we niet de 3000 euro en dat daardoor de tijd wegtikt. Doordat hij de strategie in de biecht goed uitlegt, vinden mensen hem niet verdacht. Want hij heeft de strategie goed. Maar naar de andere kandidaten toe zegt hij het niet goed. Ik heb het 3 keer teruggeluisterd. Plus dat Zoe namen noemde en Daniel weer heel algemeen eroverheen ging. Ja. En Anke er nog tussendoor kwam, hè, met eigenlijk een hele goede oplossing gewoon. De oplossing. En wie gaat er weer ook de rug van Anke mee? Onze grote vriend Daniel, hoe die dat wel eens vaker doet. Om dan met de eer te lopen dat hij weer de fanatieke kandidaat lijkt. De Joyce heeft hier heel goed op gelet, want dit is ook precies wat ik eruit haalde. En waarom ik denk dat hij gewoon wederom, is dat gewoon een mollenstreek wat hij daar uitvoerde. Hij kon niet anders als hij als vierde moest landen. Ja, ik zie nu nog iets voorbij komen. Ja, we gaan gewoon lekker door. Ja, gewoon doen. Lees maar op. Van Mol Levy, nu spreek ik het weer goed uit. Ja, dat spreek je het goed uit. Ja, hij heeft ook best wel de laatste tijd echt wel goede dingetjes die hij opvalt. Ranomi geeft Daniel een joker. Haalt zij hier hetzelfde trucje uit als Nabil? Betekent dit dat zij Daniel in het vizier heeft? Het lijkt er namelijk wel op. Dit vind ik wel een hele goeie. Ja. En als Ranomi en Jure op Daniel zit en ze zijn beide door... Dan is het duidelijk, hè, wie er in de finale komt. En als Zoe dan afvalt en hij zit niet op Daniel... Dan is het eigenlijk als Zoe afvalt... Is het gewoon 1 en 1 is 2. Ja, dan klopt het wat we net allemaal lopen bespreken. Dat als Zoe afvalt, dat Ranomi, Jure en Daniel in de finale staan. Ja. Dus dankjewel, Levi. Dit is nou een inbreng. Ja, dat is weer een goeie. Ja, en dan nog iets wat in Simson video is gedeeld. 1935, dat bedrag, weet je wel, van die dingen. Ja. Dat is de postcode in Luxemburgstad. Ja. Dus, vond ik ook wel sterk. Daniel. Ik hoor trouwens Dinant niet zoveel. Dinant is helemaal achterover aan het blazen uit de ankertunnel ergens uitgekomen. Dat is nog even uit. Nee. Of was het toch Sander? Nee. Of Sarah? Sarah. Ja, maar jongens, ik wil ook gewoon dat Daniel de mol is. Want ik wil gewoon dat BMDM-TV gewoon nog 100 keer een video gaat opnemen. Dat hij zegt, sorry makers, sorry iedereen. Want hij verdient het. Als je zo Daniel afkraakt en dat je zegt dat hij een slechte mol is. Dat je ons aanspreekt als tunnel zijnde. Ik zou nooit kritiek leveren naar zijn video's. Maar ik vind het wel een beetje kortzinnig gedacht allemaal. Weet je, je mag je mening hebben. Ja. Je mag je mening over wie je denkt dat de mol is, mag je hebben. Zeker weten. Maar het maakt het gewoon lastig dat het een
publiek iets is. Het publieke programma. Ja. Hetzelfde met hints en zo. Weet je, de credits. Maar ja, daar heb ik, dat gebruik ik soms. Soms, heel eerlijk, hè, ik heb dat in het verleden ook zelf gedaan. Mm-hmm. Post gemaakt zonder credits. Naar mensen. Ja. En dat is toch wel een beetje, maakt het toch iets minder leuk. Klopt. Uiteindelijk. Maar, ja, klopt. Net zoals, ja, ik ga geen namen noemen nu. Maar het is ook zo'n Instagram-account. Dus mijn er is zo'n Instagram-account die kopieert dan heel veel van mij. En dan, weet je. Ja, klopt. Dan weer een beetje jammer. Ik weet wie je bedoelt. Maar die kopieert van iedereen. Ja, maar goed. Maar niemand liked het ook, dus ze hebben lekker zo door laten gaan, joh. Klopt. En uiteindelijk, hey, Tim, jij maakt de video's, jij maakt de podcast. Jij doet je laten zien dat je gewoon werkelijk een meloot bent. Dat je gewoon alles zelf erin duidt. Je wordt overal gedeeld. In iedere video ja. Ziet je naam wel voorbij komen. Dus, hey, ja. Hou de eer aan jezelf. Je bent wie je bent. En laat de rest gewoon lekker in de waarde. Ja, precies. Gaan we. Daar heb je niks aan. Nee. Hadden we nog iets te bespreken? Ja, dat ik hoop dat ik dat Siem 23.000 keer iets gaat zeggen, maar hij is nou wel heel erg ziek, dus ik vind het daar eigenlijk ook wel een beetje zielig. Ja. Ja, oh. Ik hoop echt dat hij snel opknapt, want ik vind hem toch een topmeloot. Ja. En ik kijk er dan ook heel erg naar uit om naar het theater toe te gaan. Ja, voor Siem daar naartoe te gaan. Daar heb ik ook heel zin in. Daar ga ik ook heen. Ik heb er zin in. Oh ja, ook nog even iets. Ik wil echt iedereen die dit luistert, überhaupt, en jullie natuurlijk ook echt bedanken dat jullie meedoen en dat de kijkers hiernaar ook luisteren en de kijkers die ik heb op mijn YouTube-video's, want de afgelopen 3 video's schok ik mij echt flink hoeveel kijkers in een dag. Ik heb het gezien. Dat is niet oké. Okay. Dat is echt niet normaal. Voor een videootje wat ik eventjes snel maak. Nou ja, snel maak. Je snapt hem. En dan krijg ik een overload aan comments van goed bezig en doorgaan en zo. Ja. En dan is ook zo. En dan zitten er zo 14.000 mensen naar je video te kijken. En dat is dan ineens wel even weer een mijlpaal, zeg maar. Er zitten ook haatcomments bij, dat zeg ik niet. Dat ja, maar die verwijder ik meteen. Dus. En dan denk ik, ja, weet je, iedereen mag zijn mening hebben, maar sommige comments vind ik toch een beetje te heftig. Maar die kunnen het gewoon niet hebben dat hun dat zelf niet hebben. Ja. Ja, wat denk je dat het effect kan zijn als Daniel dadelijk de mol is? Als Daniel straks de mol is. Oh. Dan gaat heel Molotenland gaat gewoon balen. Ja, maar dan zeg maar het heel YouTube Molotenland. Behalve Tim en Max. Want Max die zit ook op Daniel, hè? Mm-hmm. Wie? Max van de Broek. Max zit op Daniel, ja. Ongeacht dat hij zegt dat zijn gevoel zegt Daniel, maar zijn verstand zegt Jurre. Ja, dat heb ik dus ook een beetje. Alleen dan precies andersom. Ja, bij mij zegt alles in mijn lijf, het is Daniel. Af en toe dan laten de makers mij denken dat het Jurre of Ganomius zo is. En dan denk ik dat ik het wel heel goed uitleg. Maar ik blijf bij Daniel, omdat ik gewoon hem de ideale mol vind. Ook als ik in zijn ogen kijk, zijn momenten, zijn blikken, zijn gedrag. En dan kijk ik totaal niet naar eens wat hij zegt, de totale opmerkingen, hoe hij reageert in bepaalde opdrachten, als er geld wordt verdiend of geen geld wordt verdiend. Ik zie de mol. Ja. Ja. En die dan nog iets aan toe te voegen? Nee, ja, ik vind Daniel inderdaad, want hij verdient ook wel heel veel. En dat houdt me aan de ene kant ook wel een beetje tegen, maar hij verliest ook heel veel, zeg maar. Ja, zoals wat hij in zijn manifestatie zei. Hij verdient veel, maar stiekem toch ook niet. En dan, dat is een goeie wat je zegt. Stel je bent een nieuwe kijker van Wie is de Mol. Ik heb namelijk best wel wat mensen al gesproken die net nieuw Wie is de Mol kijken. Hoe? Weet ik niet. Ze zijn er 24 seizoenen, maar maakt niet uit. Die hebben voor het eerst een Wie is de Mol seizoen gezien. En die zitten dan heel luchtig te kijken, zeg maar. Die kijken dan niet naar hints. Die kijken niet naar acties. Die kijken niet naar gedrag. Die kijken gewoon puur omdat het leuk is. Wat ook logisch is. Die kijken naar niks. Die zoeken wel de mol. Maar ze kijken niet per se van, goh, is het verdacht of niet? En waarom?
En als je dan naar hen gaat vragen wie dan de mol is, dan zeggen zij natuurlijk 9 van de 10 keer Jurre. Ja, Jurre? Ja. Oh. En dat is puur om hetgeen wat ze zien. Juist. Dat is niet omdat ze dan verder denken. Niet dat dat erg is, maar... Nee. Als iedereen verder gaat denken, dan... Ja, maar dan denk ik ook, waar is de wow-factor gebleven dan? Als we de finale gaan lekker kijken. Ja. Dan gaan we daar met z'n allen op het Vondel Park SC staan. En iedereen is voor Jurre. Iedereen houdt zijn bordje Jurre de lucht in. En Jurre is de mol. Nou, wow. Ja, leuk. Ik zie het niet gebeuren. Eerder dat dan Renomi het is of Soy. Als Daniel het niet is. Dan heb je denk ik de wow-factor. En ik denk dat dat ook gebeurt als Daniel nu de mol is. Want ja, hey, er zijn er nog maar echt weinig over. Want Daniel staat geloof ik derde. Bij Guido zie ik het ook goed. Mijn laatste. Hij is helemaal naar beneden aan het gezakken. Ja, ja. Aan het zakken. Nee, Soy staat laatste toch? Ja, Soy staat nu laatste. In de verdenking. Daarna Daniel. Ja, en Renomi tweede. Mm-hmm. Ja, kijk hier. Dus wat is dan de wow-factor? Eén van die twee. Dus ga naar de onderste twee kijken en dan kijk je naar Soy of Daniel. Ja, en dat is de wow-factor. Hoe was dat vorig jaar bij Evron? Want toen stond Kim Lian natuurlijk ook. Weten we nog ongeveer hoe die verdenkingen in elkaar zaten? Evron stond ook derde onderin. Met nog vier in het ding. Hij heeft de hele tijd ook onderaan gebengeld. Omdat heel veel mensen hem ook niet wouden verdenken. Omdat heel YouTube-land allemaal op hem zaten. Op Freesia. En wie is de mol voor hem? Ook op Freesia zo. En nu is het wie is de mol voor hem? Dat weet ik niet. Dat zat ik zelf, gruwelijk fout. Ja, ik ook hoor. Ik zat al Splinter, geloof ik, uit mijn hoofd. Ja, Splinterstreep. Oh, op joh, die met die klote vlinder. Ja. Maar ja, dat is een wijze les geweest. Al die seizoenen zeg ik altijd maar zo, je leert ervan. En om anders te gaan kijken, dat de makers je sommige hints gewoon even dubbel moet checken. Wat ik me heel erg opvalt, is dat er in een hint, een goede hint is, die heeft een dubbele laag. Daar zitten meerdere mogelijkheden in, en dat is een hint. Ja. Ik vind dat de makers sinds het jubileumseizoen, hebben we nu steeds koppelmollen. Dus dat je de winnaar en de mol hebt, die allebei heel verdacht worden gemaakt. Ja. En de makers weten natuurlijk van tevoren. Van tevoren weten ze natuurlijk wie ze verdacht moeten maken in de aflevering. Ja. Want dan krijg je dat effect van, hey, ze zitten in de finale, dan zijn ze de mol. Ja, Dinant zegt ook wel goed. 2019 zei je net, hè? Ja, 2019. Ik zit in één keer te denken aan Sarah, die met de voet onder de grond stond op die muurschildering. Ja. Toen was bij de bekendmaking, waardoor Sarah gelijk al heel erg verdacht werd. Ja. En dat is dus ook nou op die kisten staande cirkels. Het eerste wat je denkt, ja, Renomi, die de Olympische Spelen heeft gedaan. Dus Renomi wordt daar verdacht gemaakt. Dus Renomi gaat gewoon de finale halen. Ja, dat zegt mij dan wel genoeg. En dat zijn denk ik de hints waar we langs af moeten kijken. En dan een terugkerende hint nog. Ik heb hem nog even niet genoemd. Ik heb hem nog even ingehouden. De Luxemburg vlag, man. Dus in iedere aflevering, zeg maar. Ja. Ja, en heel veel mensen die zeggen Nederlandse vlag. Ja, het zou zomaar kunnen. Maar de Nederlandse vlag lijkt toevallig heel veel op de Luxemburgse vlag. En de Nederlandse vlag en de Luxemburgse vlag. Daniel is nou eenmaal in Luxemburg geboren en woont in Nederland. Ja. Dus het kan allebei. En dan heb je meteen die situatie dat de makers heel erg Daniel proberen weg te halen uit de verdenkingen. Sander die zegt bijvoorbeeld, het is niet Daniel, het is totaal niet Daniel. Of ja, zoiets zei hij. En dan Aniek. Je mag zo hoor, maar Aniek heb je dan nog. En Aniek die vult dan de vraag in, omdat ze niet weet op wie ze moet antwoorden, vult ze dan in op Luxemburg, omdat dat dan de enigste is die ze weet. Juist. En vervolgens valt ze af. Dat is hetgene wat de makers ons dan weer laten geloven. Klopt. En hebben jullie heel goed naar de parachute gekeken? Die kleur blauw is lichtblauw, is niet donkerblauw. Ja. Dat is echt de kleur lichtblauw. Dus je ziet daar echt de Luxemburgse vlag op. De echte Luxemburgse vlag. Dan nog zit er een kleur geel aan vast. Nou, geel, wie had de gele stift? Ja. In de volgende opdracht daarna. Dat was Daniel. Die stiftte Daniel met geel. Daniel ook in de gele kist in de aflevering. Nee, in de rood. Okay. Ja, rood. Ja, in rood. En dan moet je omdraaien, dat is de kleur groen. Door. Ja. Ja, meestal is de kleur rood de kleur van de mol. Ja.
Het is wel eens vaker zo gebleken. En volgende week zitten we hier weer over hetzelfde. En de kleur rood is in Haarlem. De code, wachtwoorden, WMDRM 023, kenkertal van Haarlem. Ja, is de mol in Haarlem bekendgemaakt. En dan kom jij nog met een hele mooie theorie die we even moeten herstellen, die Tim in zijn video zei. Ja, Rob de Kraai maakte in Deventer maakte die twee kandidaten bekend als enige mol. En Rob de Kraai begint met een D natuurlijk, in Deventer. Nou, hij hackte ook in 2020, wat ook weer wederom een verwijzing kan zijn, naar Daniel. En Daniel begint met een D. Ja, dus een mol in Deventer, mol D. Ja. Juist. Ja. En dus niet dat de mol in Deventer bekend is gemaakt, maar de D van Deventer. Ja. Wie werd er in Deventer bekend gemaakt dan? Zoi, volgens mij. Ja, Zoi en Annick, toch? Ja. Ja, sorry de mol, jongens. Nee. Ja, helaas, toch. Toch nee, sorry is niet de mol. Nee, wat ik een hele leuke link voor ook vond, omdat hij daar zo mee kwam, is Rob de Kraai deed nou eenmaal op die markt hacken, jongens. En dat vond iedereen briljant. Ja, waarom is precies die mol uitgekozen? Ja. En sluit het ook nog eens aan wat Dinant dan heel mooi heeft gevonden. Dat het in de D van Deventer. De D van Daniel. Dus het is een hele leuke verwijzing. Het zou zomaar een hint kunnen zijn, hoor. Dit. Hij is ook heel makkelijk uit te leggen. Ja, klopt. Ja. Want wat vinden jullie nu zelf, als je echt terugkijkt, de beste hint? De allerbeste hint. Naar, gewoon in het algemeen. Naar iedereen. En dan noem de beste. Eentje. Ja, noem er één. Die echt het beste vindt. Zo, al die hints. Ik denk zelf toch echt wel de kerken ook op alle plekken. Dat dan naar Daniel, die in de Bijbel staat natuurlijk, kan verwijzen. Want hij had een Bijbel vast. En de plekken van de kisten in Nederland, dat was allemaal bij een kerk. Ja. Dus ja, die vind ik best wel heel erg sterk. Maar die kan ook weer zo naar Zoi slaan natuurlijk. Ik zit dan vooral met afleveringstitels in mijn hoofd. Dan heb ik een hele goede algemene hint, dat is van Spelbreker, dat Daniel en Jurre dan samen met Zoi dan het spel breken. Ja. En dan een losse hint naar één van de twee die ik dan het beste zou vinden. Ja, het is lastig, hè. Ja, ik vind de mol-logo het beste hint, maar... Oh, het mol-logo. Ja, dat was ook wel een hele... Die afgesneden wordt nadat de mol bekend wordt dat hij de mol is. En mm-hmm. Ja, en eenmaal was dat bij Vrouwtje en bij Daniel. En Vrouwtje en Daniel zaten in dezelfde kist. Ja. Maakt dit verbinding met de aflevering. En maakt dit verbinding met de kisten. Ja. Dat vind ik zelf de beste. En daarna vind ik die van de sabotageplek heel erg goed. En nu alleen nog maar sterker geworden naarmate dat ik met jullie in de podcast heb gesproken net. Ja. Want dit sluit zo mooi aan, want ik vond het al verdacht, want ik moest het naar 200% zetten, het volume, om Daniel een beetje naar voren te halen. Ja, dat zegt eigenlijk al wel genoeg. Ze hebben dat expres nou een beetje naar de achtergrond gedrukt. Nou, en nou ook nog eens kom jij er net mee dat hij zegt, ik wacht op jou in Saldana. Ja, en Daniel horen we daar. Ja. Dat is niet voor niks. Dat is niet voor niks. Nog een goeie in aflevering 1. Toen de kandidaten allemaal op zo'n rijtje stonden in zo'n halve cirkel, en dan zet je de Wie is de Mol onder, de M is de Mol. Ja. Die vond ik heel sterk. Die vind ik ook heel sterk, klopt. Ja. Klopt. En nou. Even nadenken. A, B, C, D, E, F, G. H. Ja, de H. Want het was H van Haarlem, hè? H, ja, daar zat ik in de auto en daar dacht ik ook over na. En dat is de achtste letter, toch? Ja, de achtste letter is de H. En hij staat op de achtste plek. Haarlem. De mol in Haarlem. Ja. De mol in Haarlem. En de achtste vanaf links in die cirkel was natuurlijk ook weer Daniel, de M. Ja. Van Wie is de Mol? Nou. Juist. Leuk, hè? En die kan niet naar Jurre. En dat kan niet naar Jurre dit. Nee, en dat is toch ook wel best wel weer een hele goeie. Dan nog iets. Kreeg ik even binnen gisteren. Weten we nog dat er beelden waren te zien achter de kandidaten als je het in slow motion zou zetten? Oh ja, met die glitches, ja. Ja, daar moet ik blik op gaan werken. Werpen. Daar moet ik nog even een nieuwe blik op gaan werpen. Want? Misschien kunnen we er nu iets mee. Ik denk dat het gewoon glitches zijn die kunnen leiden naar hacken. Ja, dat kan ook.
En dat het maar gewoon het heel simpel is. Over een specifieke opdracht, hè? Een beeld van een opdracht. Ja. En ja, dat... maar daarom denk ik dat het gewoon simpel is. Want het leidt niet naar een afvallerstheorie. Nee, klopt. En daarom denk ik, omdat het een glitch is die je maar eigenlijk maar heel kort in beeld is, dat dit gewoon een glitch is van een soort hack. Ja. En dan lijkt dat op hacken. Want een als jij aan het hacken bent, glitch het beeld. Klopt. En die glitch die komt ook terug in het doolhof, wat jij weer hebt opgevallen een keer Tim. Dat jij zei van, hé, het beeld glitst een beetje. Oh, ja, ja. Terwijl ze kandidaten in het doolhof zijn. Nou, als een hacker bezig is in een cyberdoolhof, en dan wordt hij afgestopt. Nou, en dat zag je ook gebeuren. Die schuiven gingen dicht. Ja. En die man die kwam in beeld, met zijn capuchon, met zijn hoodie. Ja, en dat kan je zien als dat hij een hacker door het cyberdoolhof aan het gaan is. En dat hij een beetje wordt afgeremd. Ja. Nou, en dan gaat het beeld ook een beetje glitsen. Nou, en dat is dus weer een hele mooie verwijzing naar hacken. Ja, en dan de leader. Ja, de leader ook. Ja, daar zit de loop in. Tot twee keer toe nou trouwens. En aan het einde dat geluidje. Ja, ook. Dat anders is wat jij weer zei. Ja. Waar heel veel overheen kijken, joh. Ik snap dat niet dat daar overheen wordt gekeken. Maar ik denk dat we wel even de podcast nu moeten gaan afsluiten. Ja. Want er moeten nu mensen anderhalf uur naar ons gaan luisteren. Maar wie is niet de mol? Wie is het niet? Nee. Wie is het niet? Ranomi. En jij, Arjan? Soy, Jure, Ranomi. Zo. Ja, ik zeg... Godijs. Ranomi dan. Ook ik Ranomi. Niet de mol. Ik durf. Dan zien we straks dat Ranomi de mol is. En dan gaan we allemaal huilen. Dan gaan we allemaal huilen. Dan ga ik ook huilen. Ik ga sowieso huilen als Daniel het niet is. En als Jure het is, ga ik huilen. Dan feliciteer ik de makers, want dan hebben ze oprecht gewoon gewonnen. Ja, dan hebben ze oprecht gewonnen. Dan hebben ze gewoon een topseizoen gedraaid. Want als Ranomi of Soy het is, dan echt, ik heb ze... Ik heb Ranomi alleen aflevering 1 nog een klein beetje in mijn vizier gehad. Maar Soy nooit. Jurre eigenlijk ook alleen maar een beetje als een derde bijmol. Dus ja, dan hebben de makers het perfect gedaan. Ja. Ja, Jurre. Het is lastig. Net zoals elk seizoen. Net zoals elk seizoen, ja. Nee. Vorig seizoen vond ik echt simpel. Ja, jij. Ja, maar kijk. Eigenlijk, achteraf, het is heel logisch. En als je dan tijdens het seizoen, ja. Want met die hint van Evron 3-0 is 5, ja, daar kan je gewoon niet omheen. En dat we daar omheen hebben gekeken, dat is gewoon echt heel dom. Ja. Hij is een shirtje. Iedereen dacht dat opvallend was, dan werd hij niet ingedeeld. Dan dat vond ik zelfs de sterkste hint, dat hij de mol deelde de groep in. En dat hij gewoon zichzelf werd niet ingedeeld. Ja, dat was eigenlijk een hele logische hint. Ja. Ja. Daar kon je niet omheen. En dan was ook in het seizoen van René dat alleen haar bordje bij een fietstocht was hetzelfde. Zulke dingetjes. In aflevering 1 al. Zo... En dat is... Trouwens, en dit is de laatste en dan stop ik er echt mee. Dan gaan we hem echt afsluiten. Ja. Weet je dat ik nou net in één keer ergens aan zit te denken? Door die hint van Evron dat de indeling van die groepen... Nou. Nou is de vierde afvaller toch elke keer die krijgt het scherm. Ja. Dat heel veel dingen worden erbij bedacht. Die nonsens zijn. Zoals 4 blaadjes zitten er aan een klavertje, dan klavertje 4. Bij Soy en bij Ranomi kan je eigenlijk weinig bedenken. Dan dat alleen Ranomi 4 titels heeft gewonnen, wordt er gezegd. Maar het zijn er 3, hè? Het zijn er 3, hè? Oh. Ja, het zijn 3 gouden bekers. Weet je nog dat ze op de open haard stonden? Die 3 Olympische Spelen bekers. Dat iedereen zei van, hé, dat is een hint naar Ranomi. Daarom denk ik, nou oké, ook al zouden het 4 prijzen zijn... Dat is echt niet dat dan een afvaller komt. Want dan was ze wel, dan was het geen prijswinnaar geweest. Dan was ze wel dat ze 4 keer had verloren in de finale, snap je? Dat is dan eerder een verwijzing naar de afvaller. Ja. Nou, en bij Jurre moet je al ver zoeken. En bij Daniel is hij eigenlijk gewoon een klapper. Hij zit gewoon als 4e in de leader. Ja. En de 4e. En 4e letter de D. Maar die vind ik dan weer net iets te makkelijk. Maar hij kan wel gewoon linken. Ja. En daarom denk ik dat ze dat expres hebben gedaan. Ja. Dan gaan we nu even naar... het finale antwoord. Nou ja.
Ja, hebben we eigenlijk al gehad op het begin. Dinant. Ja. Wie is jouw mol? Daniel. En jouw bijmol? Poeh. Jurre toch wel. Maar ik hoop gewoon niet dat hij de mol is. Ik denk ook dat hij de volgende week uitgaat. Ik hoop dat Jurre eruit gaat. Dan kunnen we namelijk echt een feestje bouwen. Maar het is niet zo. Eigenlijk hoop ik het natuurlijk niet dat hij eruit gaat. Want hij is gewoon echt de topkandidaat. Maar ja, dat is wel zo. In voor alle moloten. Ja. Dat vind ik toch zo leuk als Jurre eruit gaat. Dan hebben we straks WDM TV, Siem, iedereen. Ja, dat wel. Dat is zo. Ja, maar andersom is dat wel heel nadelig voor ons. Ja, wij kunnen zeggen dat we hem al hadden, toch? Ja, ja, maar andersom bedoel ik. Dus stel, Daniel gaat eruit. Ouwe. Wil je mond even dicht houden? Ja, maar stel, Daniel gaat naar huis. Nee, die gaat niet naar huis. Dat weet je niet. Nee, die gaat niet naar huis. Dan gaat hij naar het afvallershotel. Ja. Maar Arjan, wie is jouw mol? Daniel. Oh. Ja, toch wel. En als bijmol Ron Boswart. Ja, dat vind ik een goeie. Ja. Ron Boswart is bijmol. Ja. Dus met andere woorden, ik heb geen bijmol. En jij, Tim? Ik? Ja. Oh. Daniel. En als bijmol? Ja, Jurre. Maar ik zit nu echt met dat statistieken nog in mijn hoofd. 34% verdenkt Jurre. En daaronder Ranomi. Ranomi weten we eigenlijk zeker dat die het niet is. Kijk, Sordi heeft zoveel afleveringen bovenaan gestaan. Gewoon, dat zou, als die het zou zijn, dan zou het gewoon, ja. Ja. Maar dat is ook vooral omdat er heel veel Sordi gewoon fans zijn. En die gooi je dan ook gewoon altijd op Sordi. Ja. Dit was het dan natuurlijk weer voor deze week. Volg deze podcast natuurlijk zeker, zodat je elke week weer kan genieten van een nieuwe aflevering. Ik merk dat elke week de aflevering iets langer duurt. Dus bedankt in ieder geval voor het luisteren, als je tot dusver bent gekomen met luisteren. Ik vind wel een applausje waard. Dat is echt een applausje waard. Dan horen we jullie de volgende keer weer. Dan horen wij onszelf jullie de volgende keer weer. Ja, en wat zeg je dan, Arjan? Nee, Allah af. Nee, Arjan. Oh, ja, met de scharnabal hier. Dus dan zeggen wij Allah af. Je zegt laters. Laters. Oh, houdoe. Laters. Houdoe. Laters. Zo. Oh. Heb je hem al stop? Opname stoppen, hij zit gewoon te laden. Of niet? Oh nee. Hij is nog door.